Nou, van harte welkom, dames en heren, hier bij de startsessie van Kijk Mij, de nieuwe methodiek die jullie gaan gebruiken bij CNG Rijnmond. Het is maar een methodiek, maar tegelijkertijd is dit wel echt de essentie van wat we doen. Hoe ziet de methodiek eruit? Kun je dat vertellen? Nou, de methodiek bestaat uit 5 stappen. De eerste stap is informatie verzamelen. Dat is wat we doen sowieso in ons consult, gewoon het gesprek. Dan reflecteren om te kijken of je alle hebt om een weging en een taxatie te maken. Dan gaan we naar de analyse en dan maken we het besluit en de vervolg. Ja. Dan kijken we ook de monitoring. Wat zo is dat onze professionals gewoon ontzettend goed zijn in niet alleen kijken naar waar liggen die risico's, maar ook zeker ook niet alleen te vragen naar dingen die goed gaan, maar ook dat te zien en ook te benoemen naar ouders, hè, in hun kracht te zetten. Maar wat tot nu toe de praktijk was, is dat op het moment als we dan een weging, hè, of een taxatie gingen doen, dan werd dat niet meegebogen. Terwijl dat juist het verschil maakt waarom je bij het ene kind met een bepaald probleem je meer zorgen maakt als om het andere kind. Dat zit hem vaak in de aan- of de afwezigheid van die beschermende factoren. Komende weken kunnen jullie aan de slag met een e-learning. De eerste 4 modules waarin de methodiek is uitgevoerd. Ja, ik ben eigenlijk vrij vlot doorheen gegaan. Ik denk dat de professionals 20 minuten per training nodig hebben. Wat was jouw ervaring met het hele traject wat zij net beschrijft? Ja, alle nieuwe dingen zijn natuurlijk wennen. Hè? Want je hebt voor jezelf altijd gewoon een gewoonte hoe je je spreekuur draait, hoe je je consult indeelt, wanneer je wat doet. En toen wij die informatie kregen over Kijk Mij, was eigenlijk gelijk een soort van onrust. Van het gaat allemaal anders worden dan we gewend zijn en anders wordt omgepakt. Maar uiteindelijk bleek dat heel erg mee te vallen. Die houding van ouders verandert letterlijk op het moment dat je die praatplaat op tafel hebt liggen. En ze gaan meer naar voren en je bent beide actief.